Dames en heren, welkom weer bij een nieuwe Wie is de Mol Top 5 Hints en Aanwijzingen video. Vandaag van aflevering 1 van het tweede seizoen in 2020, oftewel het jubileumseizoen. Wat is het super tof om weer eerder met z'n allen op jacht te gaan. Normaal wachten we altijd natuurlijk een jaar en deze keer is het net even een paar maanden eerder. Desondanks waren we volgens mij allemaal wel weer klaar om op jacht te gaan. Ik vind de line-up van dit jaar echt super leuk. Zoveel leuke mensen zitten in dit seizoen. En ik vind het onwijs jammer dat Tina in aflevering 1 eruit is gegaan. Want ik moet altijd zo om haar lachen. Ja, nou heb je wat aangehaald. Dan komt ze naar beneden en dat duurt heel lang. Nee, maar lopen we gewoon weg. Kom. Hoeft niemand te weten. Haar karakter schreeuwt natuurlijk ook niet echt dat ze de mol zou zijn. Maar alsnog, de opmerkingen die ze altijd maakt is gewoon goud. Dus super jammer dat zij eruit is in aflevering 1. Maar daarvoor maak ik natuurlijk niet deze video's. Ik doe het om de top 5 hints en aanwijzingen met jullie te bespreken. Dat gaan we natuurlijk gewoon weer elke week doen. Elke zondag. Vandaag is de aflevering wat later online. Ik probeer het gewoon weer lekker vroeg in de ochtend online te hebben. En ook vandaag hebben we weer 5 fantastische hints en aanwijzingen. En ik stel voor dat we gewoon meteen met nummertje 5 beginnen. Ja jongens, we hebben gewoon nieuwe graphics. Hoe tof is dat? Hint nummer 5, dames en heren, gaat over Nadja. Ik weet niet precies of ik het goed zeg, of het Nadja is of Nadja. Ik denk Nadja. Ik heb sowieso haar nog niet eerder gezien in Wie is de Mol. Ze deed mee in 2007 en toen keek ik nog niet. Dus ik weet niet echt wat ik van haar kan verwachten. Het eerste beeld wat we echter zagen was dat ze niet al te oplettend lijkt. Zij was namelijk de eerste persoon die opdracht 1 in de auto zat en de tekst moest lezen die in spiegelbeeld stond. Alleen, zij zei dat het een soort van geheime taal was. En daar stond heel veel tekst op, maar in een soort geheime taal. Zo gek. En eigenlijk nam iedereen dat gewoon voor lief. Zo van, oh, ze zegt dat, ja, het zal wel gewoon zo zijn. Ze kan het daardoor niet zo goed lezen. We gaan verder met ons leven. Maar als je heel goed naar het fragment kijkt, dan viel mij wel iets op. Bij het eerste bord begint ze namelijk gewoon de eerste 2 woorden in spiegelbeeld voor te lezen. Ik stopte en ik blikte terug. Oftewel, ze zat helemaal goed met in spiegelbeeld alles te lezen. En dat maakt het voor mij zo raar dat ze later in het biechten zegt van, oh ja, het is een soort van geheimtaal. Nee, je had al meteen door dat het spiegelbeeld was. Je begon al gewoon met lezen. Waarom zou je zeggen dat het geheimtaal was? Zo gek. De enige reden waarom ze dat zou doen, is omdat aan het einde in spiegelbeeld staat het nummer dat ze moest bellen om deze informatie door te spelen naar de kandidaten. Die moesten zoeken naar de spiegels. Hoe langer zij natuurlijk wacht met bellen, of uiteindelijk helemaal niet te bellen, hoe langer het duurt voordat de andere kandidaten kunnen beginnen met het zoeken naar spiegel. Het is daarom dus wel een hele erge molle actie om te doen alsof je het eigenlijk niet kan lezen, zodat je ook niet de opdracht hoeft door te bellen naar de andere kandidaten. Vrij verdacht dus. Wij gaan door naar hint nummer 4. Hint nummer 4 gaat over onze grote vriendelijke vriend Ron. Hij is weer terug. Toen ik hem hoorde in de intro en ik hoorde zijn stem, dacht ik, oh, ik ben zo blij voor die man. Want wat verschrikkelijk moet het geweest zijn om op de manier eerder eruit te gaan zoals dat hij eruit was gegaan. Jullie weten het allemaal nog wel. Volgens mij was het 2018. Hij had niet eens de rest van de kandidaten ontmoet of hij was er al uit. Ik ben heel erg blij voor Ron dat hij eindelijk echt meedoet nu met een seizoen van Wie is de Mol. Maar ja, is hij dan ook de mol? Iets wat een aantal mensen opviel was dat toen ze de spiegels goed moesten neerzetten en achter, of eigenlijk voor hun quote moesten gaan staan, dat Ron eigenlijk de hele tijd zei van, oh ja, nee, ik heb echt geen idee. Ik weet niet meer wat mijn quote is. En hij ging ook op de verkeerde plek staan. Het was echter later, toen een aantal mensen al op de verkeerde plek stonden, dat Ron ook zei ze van, oh, ja, ik moet eigenlijk op die staan, de goede quote. En dat hij zelfs Patrick daar weg wilde hebben, zodat hij op zijn goede quote kon staan. Mag ik dan dealen voor jou? En dat zei ik. Ja, maar welke blijft er dan over? Ja, dit zou natuurlijk een hele goede mollenstreek kunnen zijn. Want als je als mol weet dat de opdracht toch al niet gaat lukken omdat mensen verkeerd staan, ja, dan kan jij net zo goed nog wel even goed gaan staan, zodat je in ieder geval minder verdacht bent, want de uitkomst is toch hetzelfde. Vrij verdachte actie dus. Tijd voor hint 3. Ja, hint 3, dames en heren, dat is echt zo'n Wie is de mol hint. Echt zo'n heerlijke, typische
hint, of misschien zie je er een hint in. En is het eigenlijk niet. Het gaat namelijk over de kleding van Tycho. Eerste opdracht heette natuurlijk spiegelbeeld. En als je heel goed kijkt naar het shirt van Tycho, wat hij aan heeft, zie je daar Warrior staan. Maar niet alleen Warrior. De R aan het einde van Warrior staat in spiegelbeeld. Is dit nou gewoon heel toevallig? Of is dit een hele mooie hint? Ik zoek er zelf niet al te veel achter. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk altijd mooi om mee te nemen. Totdat het dus opeens wel een hint zou zijn. Dan hebben we hem nu al gesnapt. Op naar hint nummer 2. Ja, deze hint is sowieso al heel veel verspreid en rondverteld op social media. En tijdens het kijken van de aflevering viel het me in de aflevering ook al op. Dat was namelijk in opdracht nummer 3 dat de mol achter hun rug om de vrijstelling uit het bakje haalde. Dat op het moment dat Nicky omkeek je een schaduw zag bewegen. Stiekem. Dat er iets zou gebeuren, dat wist ik zeker. Ja, heel veel meer spooky dan dit gaat het niet worden. Er zijn natuurlijk een paar dingen die we hierin moeten analyseren om te kijken wat we met deze informatie kunnen. Allereerst, was Nicky geschokt? Nou, het viel eigenlijk best wel mee. Dus ik denk niet dat ze iemand zag die ze herkende. Want anders had ze wel zoiets van, oh nee. Of weet je, dan herken je echt letterlijk een persoon. Dus waarschijnlijk heeft zij niet de identiteit van de mol gezien. Als überhaupt de mol degene was die achter hun rug om dingen aan het veranderen was. Maar ik denk wel dat ze sowieso iemand had gezien. Want als we kijken naar eerdere shots dat mensen binnenlopen in de ruimte. Dan zie je ook dat ze voor een lamp langs lopen. Waardoor je de schaduw op de muren ziet. En dat ze dus in het pad waar zij liepen, de kandidaten, voor al die lampen liepen. Nou, overduidelijk, als je een filmset hebt, ga je niet als crew voor de lampen staan. Je wilt iets belichten, dan ga jij achter de lampen staan en nog verder naar achter, zodat je ook niet op de camera staat. Dus sowieso dat er daar iets gebeurde. Of het nou een crewmember was die voor de lamp stond of iemand anders. Nicky heeft wel gezien dat er dingen achter haar gebeurden. Ik vind het persoonlijk niet een hele molse actie. Ik denk dat je als mol had je gewoon vooruit blijven kijken en dan was je naar achter gelopen en dan had je een leeg ding gepakt. Zo, oh nee! Ik had helemaal niets door, nu heb ik geen geld. Ik denk niet per se dat je had omgekeken. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Laat ook zeker even achter wat jij dacht toen je de schaduw zag. En of jij het wel als een molse actie ziet. Voordat we naar hint nummer 1 gaan die ook over die opdracht gaat, maar dan een ander element ervan, bespreken we eerst natuurlijk even het prikbord. Ja, ik kreeg zoveel vragen van jullie ook vorig seizoen om het prikbord er weer bij te halen. Dus we gaan dat dit seizoen gewoon doen. Het enige ding is omdat ik natuurlijk niet wist wie de kandidaten waren. Tenminste niet 100% zeker voordat de eerste aflevering startte. Is dat ik nog niet het prikbord heb kunnen klaarmaken. Dus die zal vanaf de volgende aflevering zal ik het daadwerkelijk allemaal erop prikken. Nu doen we het eventjes in ons hoofd. Wij kijken altijd namelijk naar de meest en de minst verdachte van deze aflevering. Mijn minst verdachte voor deze aflevering is Horace. En misschien komt dat nu een beetje van, waar komt dat opeens vandaan? Nou ja, daar heeft hint 1 straks mee te maken. Naast hint nummer 1 was Horace ook de allereerste en volgens mij ook de enige die we op beeld zagen, die belde naar de groep om directies te geven. Spreek ik met Rick van de Westerlaken bij any chance? Horace, kom in! Ron probeerde te bellen, maar het lukte hem niet. En Nadja, nou die snapte er zogenaamd helemaal niets van. Zo gek. Het is dus erg onmols om te bellen. Want blijkbaar kan je goed eromheen om het ook niet te doen. En daarnaast, toen die aan het bellen was, werd de telefoonverbinding verbroken. Het enige ding was echter dat je bij iedereen zag dat ze hands-free aan de voorkant van de auto zaten. Wanneer de verbinding werd verbroken, zag je Horace zijn handen gewoon bij zijn schoot. En was hij dus niet degene die ophing, waardoor hij de rest van de informatie niet kon doorgeven. Dit... bochtige weg. Ja. Oftewel, iemand anders was aan de andere kant aan het mollen. Dat niet alleen, toen hij ook nog een stuk later aankwam in het dorp, had hij samen met Ellie de meeste spiegels gevonden. Terwijl die anderen al een uur in het dorp waren. Hij had 3 spiegels gevonden en dat is natuurlijk ook gewoon heel onmols om die allemaal te vinden en mee te nemen. Daarnaast pakte hij ook nog geld, wat we in hint 1 gaan bespreken. Oftewel, mijn minst verdachte van aflevering 1 is... Horace, kom in! De meest verdachte vind ik echt heel erg moeilijk. Mijn eerste instinct was eigenlijk Nicky, omdat ze best wel wat rare streken doet. Maar ja, zoals ik al eerder zei, vond ik ook dat Ron wat rare streken had gedaan. Patrick ook, Peggy ook. Dus ik denk eigenlijk dat ik niet een meest verdachte in deze aflevering kan doen. Want er is niemand die echt heel erg overtuigend, wat mij betreft, het meest verdacht was. Maar ja, in aflevering 1 is dat ook niet zo heel erg. Ze zullen nog niet alles laten zien. Het gaat juist om wie je niet verdenkt. En dat heb ik dus wel bij Horace. Tijd voor hint nummer 1.
En dames en heren, vergeet natuurlijk niet even te abonneren met het belletje aan, zodat jij ook volgende week op zondag weer de Wie is de Mol hints en aanwijzingen video binnenkrijgt. En dan gaan we het nu hebben over Horace die geld pakt in de laatste opdracht. Ik was blij met de 250 euro. Ja, dit voelt toch wel heel erg als een anti-molle actie. Allereerst natuurlijk, als je terugloopt naar de kistjes, het is het allermakkelijkste voor de mol om gewoon geen geld te pakken. Ook al pak je een joker, ook al pak je het lege bakje. Er is gewoon geen reden om geld te pakken. En dat is voor twee redenen. Niet alleen omdat je natuurlijk geen geld in de pot wil. Ja, zo simpel is het. Je pakt geen geld als je geen geld in de pot wil. Stel nou, je pakt wel geld om op die manier de held te zijn. De enige die geld heeft gepakt. Oh, dankjewel, jij bent echt niet de mol. Dan zou je dat laten zien als mol zijnde. Je zou aan iedereen laten zien, jongens, maar ik heb 250 euro gepakt. Dat zou de enige waarde zijn die 250 euro dan heeft. Want dan ben jij degene die dus echt niet de mol kan zijn. Dat zou een hele slimme molactie zijn, maar dat deed Horace precies niet. Hij pakte het geld, maar hield het voor zichzelf. Dat brengt je alleen nog maar in een moeilijkere situatie. En maakt je verdachter. En dat is natuurlijk als kandidaat is dat super. Dan wil je ontzettend verdacht zijn. Dan ga je gewoon lekker heel erg achter de schermen dingen doen. Maar als mol had je naar voren willen komen en had je willen zeggen, jongens, ik heb geld gepakt, ik ben goed bezig. Dus de actie die Horace heeft gedaan is iets wat de mol nooit zou doen. Want of hij had het niet gepakt, wat super makkelijk was, of hij had het wel gepakt en hij had ermee geshowt van, jongens, ik ben echt geen mol om jezelf minder verdacht te maken. Dus dit voelt mega erg als een kandidatenactie. Vandaar ook, dus naast het feit dat hij heeft gebeld, naast het feit dat hij 3 spiegels vond, naast het feit dat hij niet zijn telefoon ophing, vind ik dit een hele grote anti-molle aflevering voor Horace. En zoals ik al zei, dat is belangrijk om in dit punt van de afleveringen te doen, te kijken wie het in ieder geval niet is. Ik hoop dat jullie het weer tof vonden. Geniet heel erg van aflevering nummer 2. Check natuurlijk de volgende ochtend mijn Wie is de Mol aflevering op dit YouTube kanaal. Smash dat duimpje omhoog en ik zie jullie heel graag weer bij de volgende video. Tot dan mensen. Ciao.